Queen. Ik hou echt van Queen. It's a kind of magic. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. Mijn zoon is nu 20, maar toen hij 8 was, heeft hij ooit een beertje voor mij gemaakt uit een theedoek. Helemaal in zijn eentje. Het is een ontzettend schattig wezentje. Ik ben op zich heel nuchter en zo, maar ik neem toch dit beertje eigenlijk steeds weer mee als ik op reis ga. In ons dagelijks leven, zodra we daarover nagaan denken, gaan wij relaties aan met allerlei betekenisvolle objecten die ons bepalen en toegang verlenen tot iets of iemand die er op dat moment er niet is. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Ik ben Birgit Meijer. Ik ben hoogleraar religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Ik hou me bezig met de manier waarop mensen met verschillende geloven een werkelijkheid die niet direct tastbaar is, tastbaar maken en ook als waar ervaren. Als ik in de tram zit, word ik me er enorm van bewust hoe multicultureel en pluriform deze stad is. Ik denk dat dit soort heel basale ervaringen je heel erg scherp houden. Dus het delen van ruimtes in een transitie van punt A naar B. Ik heb op dit moment verschillende onderzoeksprojecten waaraan ik leiding geef. Onder andere werk ik samen met Daan Bekers, die dus als postdoc onderzoek doet naar de herbestemming van kerken. Onder andere de Fatih Moskee in de Rozengracht. Dit gebouw is 42 jaar in gebruik geweest als een katholieke kerk. Later werd deze kerk, nadat het eerst een tapijthal en allerlei andere bestemmingen heeft gehad. In 81 werd het een moskee. Dus het is nu 34 jaar in gebruik als moskee. Die kroonluchter, wat op zich wel grappig is, is dat een meneer die hier is gedoopt. Die is hier later op bezoek gekomen. Ja. En die zei tegen mij van ja, ik vind het wel jammer dat ze daar spaarlampen in hebben. Maar zo zie je ook alweer hoe die kerk toch ook... Ja, het voelt dan toch voor hem nog een beetje als zijn kerk op een bepaalde manier. Met het onderzoek in de Fatih-moskee, onder andere, en andere plekken waarbij kerken dus nieuwe bestemmingen krijgen, krijg je grip op de implicaties van processen van ontkerkelijking, sluiting van kerken enerzijds, en de komst van nieuwe religieuze groepen anderzijds. Wat opvallend is van haar is dat zij altijd ontzettend betrokken is bij wat er gebeurt. Heel erg ook geïnteresseerd is en doorvraagt en meedenkt over hoe het onderzoek verder vorm te geven is. Voor mij is dat heel inspirerend en geeft het ook heel veel energie. En heel veel steun eigenlijk ook in datgene waar ik mee bezig ben. In onze huidige samenleving hebben we veel te maken met conflicten en strijd omtrent religies. Dus door ons onderzoek proberen wij inzichtelijk te maken wat mensen drijft die religieus zijn. En de hoop is dat dit begrip oplevert in de inzet van conflicten. Ik ben waanzinnig blij met deze prijs. Ik was ontzettend verrast toen ik hoorde dat ik hem mocht ontvangen. Het is een prijs die zeker ook voor het vakgebied, religiewetenschap, antropologie van de religie, een enorme opsteker betekent.